Meunier kan trappen en binnen. En Coutinho. Het zijn er 8. Dat is niet normaal. Het zijn er 8. Mertens gaat en Mertens knalt. Knap van Lukaku, dan blijft hij rustig. Lukaku gaat de 1-2 binnen knallen. Het is gebeurd! Het mirakel is geschied! Dag iedereen, van harte welkom bij een nieuw seizoen van de Champions Club, de podcast van Proximus Picks over de UEFA Champions League. Telkens gaan we vooruitblikken op de komende speeldag. En vandaag gaan we dus praten, een half uurtje zo ongeveer, over de start van de poelenfase. Dinsdag 14, woensdag 15 september en het is weer zover. We beginnen aan de groepsfase van het kampioenenbal. Het format is ongeveer hetzelfde gebleven, maar ik heb nu niet één, maar wel twee gasten. De coronamaatregelen die laten dat toe. Dus Wesley Sonck, Wim de Koning, goedemiddag. Dag Nicola. Hebben jullie er zin in? Dat is een simpele, evidente eerste vraag, maar normaal gezien kijken jullie er wel... Evident antwoord, zeker en vast, voor de beste competitie in Europa. Ja, Wim, ja, zeker, voor jou hetzelfde? Ja, zeker. En vooral, we mogen weer eens naar het buitenland, ja. We mogen ter plekke gaan. Dat is altijd iets anders. Dat is een andere beleving. Vertel eens, wat is jullie programma voor de Ik mag morgen vertrekken naar Barcelona, Bayern München. Dat is niet slecht als eerste match. Dat is niet slecht. Daar gaan we straks verder over praten, want dat is onze affiche van de week. Wim, waar ga jij naartoe? Ik begin met de Multilife morgen. Ja. En woensdag ga ik met Michael van Varenberg naar Inter Milan, Real Madrid. Dat is ook niet slecht. Nee. Eindelijk ook weer volle stadions, mannen. Kijken jullie daar naar uit? Oké, het is in België al weer het geval, maar internationaal hebben we dat wel gemist, hè? Ja, het werd tijd, hè. We hebben dat ook al gezien op TK dat het allemaal kon, dus waarom niet? Dus het kan allemaal geregeld worden tegenwoordig. Het zwaartepunt van deze eerste speeldag is woensdag. Met onder andere die wedstrijd van Inter Milan, waar jij naartoe gaat. Maar er is nog een match. Hè? Club Brugge. Club Brugge. Maar ik weet niet of, dat iedereen daar naar uitkijkt. Maar ja, wij kijken daar in ieder geval naar uit, de België. Of dat andere mensen in andere landen dan naar uitkijken, dat weet ik niet. Maar vooral omdat Messi meedoet met PSG waarschijnlijk. Ja, hè? En wellicht gaat hij zijn debuut maken. Het zal een gekkenhuis worden, hè? Een vedetteparade met Mbappé, met Neymar en met dus hopelijk ook het Champions League debuut van Lionel Messi. Bij Club Brugge, de spelers, die zullen er wel al een beetje angst voor hebben misschien, voor die confrontatie. Maar er komt ook heel wat extra werk bij kijken voor de mensen in dienst bij Club Brugge. We wilden er graag over praten met Kirsten Willem, Communications Director bij Blauw-Zwart. Maar die zit nu, op dit moment van onze opname, in gesprek met de UEFA. Dus heb ik hem vanmorgen maar even gebeld om te zien, te polsen, wat de impact is van die wedstrijd Club Brugge-Paris Saint-Germain. Hoe groot is die match nu voor club, voor jou persoonlijk, voor de supporters? Ja, zeer groot, denk ik. Qua media-aandacht moet dit toch wel de grootste wedstrijd zijn die we in de laatste 10, 11 jaar gehad hebben. Misschien zelfs ooit. De komst van Lionel Messi zal daar zeker niet vreemd aan zijn. Ja, sportief is het de eerste van de 6 wedstrijden, dus op zich niet noodzakelijk groter dan de rest. Maar extra sportief is het echt een gigantische wedstrijd. Ja, kijk je er zelf ook naar uit of brengt het voor jou vooral veel extra werk met zich mee? Nee, ik kijk er zeker naar uit. Het brengt ook heel veel extra werk met zich mee, maar natuurlijk, dit is het soort werk waarvoor je leeft en wat deze job zo boeiend maakt. Hè. Dus nee, ik kijk er zeker naar uit. Ja, de hele wereld kijkt een beetje mee, dat mag je bijna letterlijk nemen. Ik heb gezien, ik weet niet of jij dat kan bevestigen, dat de wedstrijd wordt getoond in meer dan 200 landen? Ja, klopt. Dus de Champions League is eigenlijk verkocht aan 200 landen. 130 broadcasters die de wedstrijden uitzenden in 200 landen. En iedere broadcaster heeft eigenlijk deze match aangeduid als keuzewedstrijd. Dus dat wil niet zeggen dat die match in ieder land live zal uitgezonden worden. Maar in 84 landen wordt die live uitgezonden. En in 130 broadcasters zenden in 200 landen een stukje uit. Dus ja, heel wat aandacht. Dat is straf, hè? Heeft dat gevolgen ook voor jullie, voor de sponsors? Kijken die op een of andere manier anders naar deze match? Willen die zich ook laten betrekken in de feestelijkheden? Dat is natuurlijk niet zo evident. Want de Champions League neemt eigenlijk een stadion over en gaat heel wat van onze lokale sponsors overplakken. Maar natuurlijk voor de shirt-sponsors en de mouse-sponsors enzovoort is dat wel een zeer belangrijke. En organisatorisch brengt dat ook wel wat met zich mee, want iedereen wil er natuurlijk bij zijn. Hè. Dus ik denk dat de mensen die bij onze abonnementen hebben zeer tevreden zijn. Ja, het stadion is uitverkocht. Het stadion is quasi uitverkocht, nog niet volledig. Het is zo dat we nog wat tickets terugkregen van de Champions League zelf. Die,
die ze blokkeren voor verschillende redenen en dan uiteindelijk toch teruggeven. Dus er zullen er vandaag nog wel enkele in de verkoop komen. Het zal geen probleem zijn om die kwijt te geraken, neem ik aan. Dat denk ik niet, inderdaad. Hoeveel mensen hebben er jou om tickets gevraagd, Kirsten? Toch behoorlijk wat. Maar dat is ook begrijpelijk. Hè. Het is niet zo vaak dat zo'n sterrenensemble naar Brugge komt. Ja. Hoeveel accreditatieaanvragen heb jij gekregen? Wel, uiteindelijk hebben we 170 mensen kunnen accrediteren. Maar ik denk dat we in totaal toch 240 journalisten gehad hebben die de vraag gesteld hebben. Het is natuurlijk zo dat wij een soort van keuze daarin moeten maken. We kunnen niet iedereen toelaten. Ja? En het is zo dat wij ook vragen aan onze collega's van Paris Saint-Germain om zelf een soort van selectie te maken in het aantal journalisten die zij meenemen vanuit Frankrijk. Dat zijn dan vaak journalisten die de ploeg volgen of die zij kennen, om een beetje te vermijden dat er journalisten zich laten accrediteren die niet komen om de wedstrijd te verslaan, maar gewoon op vakantie. Ja, ik kom kijken als toerist. Ik hoorde dat er ook journalisten uit Fiji een poging hadden gedaan. Komen die ook? Zijn die welkom? Wel, de wedstrijd wordt uitgezonden in Fiji, dat klopt. Ja? Ik heb geen journalist uit Fiji, of toch geen accreditatieaanvraag gekregen. Maar wel, ik heb twee Chinezen, een Guineer, een Ghanees. Dus we hebben wel wat verschillende mensen. Die er allemaal zullen bij zijn? Ja, mensen die effectief naar ons, die zich zullen accrediteren voor de wedstrijd. Moeten jullie zich ook bezighouden met de verplaatsingen van Paris Saint-Germain of het hotel? Want ik heb gelezen dat dat allemaal hermetisch afgesloten wordt. Heeft club daar ook zaken mee, zeg maar? Het is zo dat wij elkaar helpen. Zowel als Paris Saint-Germain naar hier komt, als wij die naar Parijs reizen. We helpen elkaar met het doorgeven van goede adressen, van hotels waarmee we samenwerken enzovoort. Maar het is wel uiteindelijk Paris Saint-Germain die zelf de beslissing neemt waar ze gaan logeren. En die dan ook de contacten legt met het hotel om te boeken enzovoort. En dan is er natuurlijk nog heel veel ondersteuning van de politie, Brugge enzovoort, die dat doet. Dus wij moeten zelf de accommodatie van Parijs niet regelen, nee. Ja. Je gaat niet kijken of het verkeer regelen aan het Van der Valk Hotel in Oostkamp. Nee, ik heb er alle vertrouwen in. Zeg, Kirsten, één ding nog. Ben je zelf een fan van Lionel Messi? Niet in het bijzonder. Ik ben vooral fan van Club Brugge. En ik hoop dat wij een goed resultaat zullen neerzetten. Dus. Heb je hem ooit al live... Messi is een mooie extra. Heb je hem ooit al live zien spelen? Ik heb hem nog nooit live zien spelen, nee. Kijk eens aan. Ook dat, ik ben wel benieuwd. Wordt uniek. Alright, Kirsten, we wensen jullie heel veel succes en bedankt om wat duiding te geven bij het organisatorische. Dankjewel. Veel plezier. Ja, dat was Kirsten Willem. Als hij speelt, Messi, is het de eerste keer dat hij op Belgische bodem voetbalt. Dus er zullen veel mensen zijn die komen kijken, die hem voor het eerst live aan het werk zien. Maakt Club Brugge kans, of Messi nu speelt of niet? Het werd in oktober 2019 al 0-5. Wat verwachten jullie qua wedstrijd? Ja, en toen viel Mbappé in, herinner ik mij nog. Hè. De laatste 20 minuten, die maakte toen op zijn eentje het verschil. Hè. Drie goals, nou, hè? Drie goals, ja. Ja. In 20 minuutjes was het. En dat Messi zou starten, dat is ook nog te betwijfelen. Maar hij heeft niet gespeeld hè, dit weekend. Ze hebben hem gespaard. Ze hebben de vedette gespaard. Ja, dus dat wil iets zeggen. Maar ik denk ook in die groep, Wim, dat ze dat... Ze kunnen niet anders dan in begin volle gas. Want met Leipzig erbij... City. Ja, City en PSG, maar ik... Ik kan me niet inbeelden dat PSG gaat denken, op Club Brugge gaan we even met de handrem op spelen. Ik denk dat niet. Ik denk dat ze zo snel mogelijk zich willen kwalificeren. En dan... Maar eerlijk, als ze gas geven, maak geen... Mbappé is er nog altijd bij. Ja. Zijn jullie verrast dat hij toch gebleven is of niet? Wat een beetje wel. Terzelfde tijd is het ook zo dat hij niet zomaar ergens naartoe gaat, terwijl hij wel had aangedrongen. Hè. Messi, Neymar, dat klikt goed. Maar dat klikte vooral goed met Luis Suarez. De vraag is nog, klikt dat even goed met Mbappé? Gaan ze elkaar ook diezelfde... Ja, datzelfde gunnen, zoals maar, ze bij Barca en drie gunnen, elkaar zo gunnen. Neymar en Mbappé gunnen elkaar toch ook veel. Hè? Die gunnen elkaar veel, die zoeken elkaar veel. Dus zou me verbazen als Neymar en Messi dat ook met elkaar doen, dat drietal dat niet zou doen. Ik denk dat dat niet slim zou zijn. Dus, nee. Het probleem zal zijn bij balverlies. Hè? Het was al een probleem vorig seizoen. Absoluut. Als het evenwicht met die twee, met Mbappé en Neymar, die daar wel eens 20 minuten of 25 minuten konden opbrengen, maar een volledige wedstrijd
niet. En dat heeft hen ook wel de Champions League gekost uiteindelijk. Zichtbaar in de finale. Ja, heel voilà. Zichtbaar eerste helft, tweede helft. Ja. We hebben het toen nog gezegd. Hè. Ja. Het grote verschil. Enorm, ja. Dus als je daar nog eens Messi bij zet, dan heb je er drie. Die bij balverlies liever niet functioneren zoals het moet tegenwoordig om die Champions League te kunnen winnen. Dus dat is het grote vraagteken. 4-6, hè? 4-6. Ja. Dus vier mensen vooraan hun ding laten doen waarschijnlijk. En dan zes mensen effectief voor het evenwicht. Want dat is bij mij ook de grote vraag. Wat gaat PSG doen? Hoe gaan ze dat oplossen? Want ze hebben Hakimi gekocht op die rechterkant. Dat is ook een die heel offensief denkt. Dan zit al aan bijna 5-5. Er moet evenwicht blijven, dat is belangrijk. Dat is de grote vraag of dat evenwicht er zal zijn, we zullen wel zien. Maar Mbappé is dus gebleven. Er is één ding blijkbaar, ook al is het een geweldige voetballer, één ding dat hij echt niet kan. Weet jullie wat? Nee, geen idee. Zeg nu niet zingen, hè. Zingen, dat weet ik niet. De meeste spitsen of ex-spitsen kunnen zingen. Maar qua voetbal gerelateerd bedoel je? Voetbal gerelateerd. Ah, ja, okay. Hij heeft het er zelf over gehad. We gaan zo meteen luisteren. Ah, koppen waarschijnlijk. Koppen. We gaan eens luisteren wat Kylian Mbappé daar zelf over te vertellen had. Donc je ne vais pas citer un joueur, je peux en citer des milliards qui ont un meilleur jeu de tête que le mien, mais j'essaye de travailler. Et après, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai eu peur de la balle, comme j'ai eu plusieurs commotions cérébrales, j'ai eu pas mal de pépins. Après ça, j'ai eu longtemps peur de la balle, mais j'essaie de travailler un maximum le jeu de tête, parce qu'aujourd'hui, un jeu de tête, ça te donne 5 à 7 buts dans une saison, et c'est pas négligeable, donc c'est vraiment un domaine où je peux m'améliorer, parce que je peux pas faire pire. Dat is wel straf, hè. Ja, ja, ja. Er zijn miljarden spelers die beter kunnen koppen dan mij. En vooral, en dat wist ik helemaal niet, ik heb meerdere hersenschuddingen gehad vroeger en ik was bang van de bal. Ik was bang om te koppen. Ja, en heeft hij hersenschuddingen gehad van te koppen? Of van hoofd tegen hoofd ergens tegen te vliegen? We gaan Peter van den Bent laten vragen na de match woensdag. Ja, het is zo dat het afgeraden wordt aan jeugdspelers om te koppen de dag van vandaag. De ballen zijn wel wat lichter geworden dan vroeger. Ja, vroeger. Maar is wel wij waar. Wij keken daar toch niet naar? Nee, je ziet hem niet zo vaak scoren met het hoofd. Hè? Nee. Dus is die misschien een privé-clinic organiseren? Ja, dat is eigenlijk heel raar. Ze trainen morgen al, hè, in Jan Breijs. Ja, maar ik ben morgen al weg naar Barcelona. Hè, Nicola. Juist, maar inderdaad, koppen, ik denk dat een talent is. Ja. Iets wat je kan ontwikkelen, maar het is vooral timing. Ik vind dat keepers ook, die hebben ook, Wim zal het wel zeggen, die hebben een geweldige timing. Hè. Die gaan ook elke dag zoveel ballen plukken. Ik denk, als je kopt, dan moet je een goede timing hebben. En ook het gevoel van hoe kop je. Natuurlijk, met het voorhoofd koppen is het makkelijkste wat er is. Je hebt sommige mannen die op de zijkant koppen en dergelijke, of echt vooraan, ja, dat doet pijn. Hè? Ik ga er nu wel beginnen op letten of hij goed kopt of niet. Maar ik denk dat het te laat is om dat nog aan te leren, om nog een goed. Ja, ik denk dat wel. Zo'n balletje maar binnen tikken met het hoofd, geen dat kan iedereen. Geen is wel het minimum natuurlijk. Maar koppen in duel, de dag van vandaag, dat is toch nog iets anders. En geen schrik in een duel, maar het is vooral, denk wat hij bedoelt, offensief koppen, is die ballen wegleggen. En dan mag je al geen schrik hebben, maar je zit woensdag met mij in de studio, dacht ik. Dus we gaan het zien. Hè, veel gaan ze niet maken hè, met het hoofd. Paris Saint-Germain, want Messi en Neymar zijn ook veel geen koppers. Misschien Marquinhos, hè, die maakt er nog wel eens een met de kop. Maar voor de rest, voorin, zal het over de grond gebeuren. Maar hij heeft genoeg kwaliteit om nog genoeg goal te maken. Wesley, jij gaat dus morgen naar Barcelona. Ja. Kijk jij nog naar Barcelona? Want je zei me onlangs, ik kijk elke week naar Barcelona, maar dat is niet meer het geval, blijkbaar. Nee, dat doe ik niet meer. Want je bent? Ik hou mijn woord, hè. Omdat Messi weg is? Ja, omdat Messi weg is. En ik vond eigenlijk leuk wat Kirsten zei. Ik heb hem nooit live gezien. Wel, Wim en ik zullen hem waarschijnlijk al heel vaak live gezien hebben. Ik kan je zeggen, elke keer als ik op tv kijk, dan denk ik, dat lijkt zo simpel, of dat heb ik al gezien, maar het is elke keer iets nieuws. Maar als je hem live ziet, dan besef je pas hoe goed hij is. Het is eigenlijk belachelijk soms welke dingen dat hij doet op een veld, die wij weten, omdat we daar zelf ook gestaan hebben, hoe moeilijk dat het is om ze te doen. Maar hij doet dat zo makkelijk. Dus ik zou zeggen, ik hoop dat hij morgen goesting heeft. Dat denk ik wel dat hij goesting zou hebben. Dus Kirsten zal zijn ogen kunnen uitkijken. Ja, hij is een beetje geëvolueerd. Moeten evolueren van iemand van de actie en die 4-5 mensen kon dribbelen, naar iemand met het overzicht en die andere mensen vrijzet voor doel. Hij heeft toch een soort progressie ondergaan. En hij blijft daar ook de beste in. Hè. Hij heeft echt wel, hij denkt 3-4 zetten vooruit. Hè. En dat was zo in zijn acties, maar dat is ook zo in zijn passing nu. En dat gaat Barcelona dus missen. Wat verwachten jullie van Barça in deze campagne? Goh, in de groep met Bayern München, ze moeten Benfica, dat gaat nog lukken. Ze gaan nog doorgaan, dat wel. Hè. Ik denk op dat gebied denk ik dat gaat lukken. Maar dus ze beginnen tegen Bayern, jij gaat er naartoe. Ja. Bayern heeft met 1-4 gewonnen bij Leipzig. Ja. Er is niet zo heel veel over hen gesproken. Door alle heisa rond Ronaldo, Messi, Juventus, PSG, die grote ploegen.
Maar Bayern is wel nu met Nagelsmann aan het roer. Ja, een nieuwe ploeg, mogen we dat zeggen? Ik weet niet, met Flick speelden ze ook al toch het soort voetbal waar ze de hoog, tegenstander opjagen. Hoog druk, met heel veel snelle balwissels. Maar ze hebben in principe met Upamecano en Sabitzer hebben ze nog twee geweldige transfers gedaan. Ja. En met Nagelsmann hebben ze iemand die, als hij zijn filosofie kan overbrengen naar die gerenommeerde vedetten. Ja, dat wordt dan het moeilijkste, Wim, denk ik. Dat zegt iedereen. 1-4, je hebt de match bekeken tegen Leipzig, zijn ex-ploeg. Een overdreven uitslag, hè, want op een gegeven moment zat de gelijkmaker van Leipzig er dik in. Okay. En Leipzig liet zich ook zomaar niet doen. Maar ja, ze hebben natuurlijk een geweldige kern met Upamecano nu erbij. Sabitzer viel dan nog in. Ja. Als hij inderdaad hetzelfde kan brengen bij balverlies en dat tempo wat hij vroeg bij Leipzig ook bij Bayern kan brengen, ja, dan is Bayern de grote favoriet. Ja, dan zijn deden die al ervoor. Als ze vorig jaar niet met al die geblesseerden hadden gezeten, waren die ook naar de finale van de Champions League gegaan, hoogstwaarschijnlijk. En hadden ze die waarschijnlijk wel gewonnen. Want ja, op een gegeven moment konden ze ook geen wissels meer doen, denk ik, was het in de halve finale. Ja, omdat iedereen geblesseerd was, of het scheelde niet veel. Hè. Dus ze winnen morgen in Camp Nou? Wel, Ik was aan het kijken, het is Kiev-Benfica. Ik heb Benfica zien spelen tegen PSV. Die hebben eigenlijk supergoed stand gehouden. Ik denk dat over twee wedstrijden PSV misschien wel de betere ploeg was. Ja, die verdiende wel de kwalificatie. Ja, verdienen. Ik bedoel, verdediging is ook een kunst. En als je dan met 10 valt in PSV en je kan dat over de streep trekken, dat wil al iets zeggen. Dus ik denk dat de eerste wedstrijd ook een belangrijke gaat zijn voor die twee ploegen, Barcelona en Bayern München, om goed te starten aan de groep. Want stel je maar eens voor, hè, dat je... Maar moet Barça tevreden zijn met een punt tegen Bayern? Ja, om te starten? Ik denk dat... Ik zeg nu dat ik ze niet meer zie of zo, maar dat is een beetje overdreven. Ik volg het natuurlijk wel, maar ik kijk niet meer echt live naar Barcelona zoals ik vroeger deed. Je volgt ze wel. En ik ben toch benieuwd, als het moeilijk gaat worden in wedstrijden, bijvoorbeeld tegen Bayern München, wie ze effectief over de streep gaat trekken. Maar ze hebben nog dat middenveld natuurlijk, hè, met P3 die toch ook weer verbetert. Maar Busquets, Busquets. Dat begint al... Maar met Spanje vond ik hem wel heel erg goed. Ja, dat wel, ja. Garcia erbij achterin. En dan Depay, Agüero. Is dat voldoende offensief om... Luc de Jong. Luc de Jong is wel een goede transfer. Een plan B. Ze hebben eindelijk een plan B. Ja. En dat is al heel lang geleden. Ja. Het is ik denk sinds laat al geleden dat ze nog eens een spits hebben gehad van dat soort grootte, waar ze ook eens een bal... Want je zegt net, PSG die gaat geen goal maken met de kop. Wel, nu Barcelona kan dat wel. Nu kunnen ze er eens een bal in gooien, want Luc de Jong is een hele goede kopper. We zullen zien. Dus ben ook benieuwd naar dat het plan B. Dat is van morgenavond. Ja. Ansu Fati, daar ben ik ook naar benieuwd. Ja, die is weer want fit. Fit, dus daar kijken we toch ook wel naar uit. Nummer 10 geërfd van Lionel Messi, dat was ook opvallend. Goed, we gaan het hebben nu over de rode duivel van de week. Wie heb ik gekozen, mannen? Weet je dat? Lukaku zeker. Champions League, spelen met Chelsea, heeft zijn start sowieso al niet gemist. Batshuayi kunnen kiezen, hè? Dat is voor straks, als we nog tijd hebben. Ja. Lukaku zijn start wel niet gemist, hè, bij de Blues. Nee. Hij verwondert mij helemaal niks meer. Wesley, je zei tegen mij... We waren aan het babbelen over de matchen van de Rode Duivels en je zei dat is toch niet meer normaal, wat hij allemaal laat zien. Je bent toch nog gigantisch onder de indruk, ook al kennen we hem al zo lang. Maar hij is enorm geëvolueerd. Blijkbaar is hij ook afgevallen, maar dat kan ik niet bevestigen. Maar ik lees dat ook alleen maar. Maar het is gewoon niet meer normaal als hij met zijn gezicht naar doel is. Ik zeg dat al 10 jaar. Hè. Vroeger zeiden we, gefocust. Ja. Hij scoorde ook niet zoveel zijn eerste 50 Interlands. Maar sinds dat Martinez gekomen is, het is onwaarschijnlijk. Maar elke match scoort hij bijna. En ook het feit dat hij met zijn gezicht naar het doel kan staan, Nicola, je hebt geen kans meer. En dat was vroeger... vroeger een beetje... Zijn zwak punt. Zijn goals tegen zijn Villa. Zijn mindere punt was dat ze met de rug naar het doel moest spelen. Maar het moment, ik weet nog goed, een wedstrijd tegen Kroatië en tegen Rusland ook, waar dat hij met zijn gezicht naar het doel kan spelen, dan is hij onstopbaar. Hij is zo snel, zwaar. Je kunt hem niet... En vroeger, wat Wim zei, wat zijn tussen aanhalingstekens mindere punt was, ja, dat doet hij nu ook goed. Ik denk voor elke verdediger, en verbeter mij als het niet klopt, Wim,
moet het tegenwoordig een nachtmerrie zijn als je weet Lukaku speelt tegen mij. Kan hij topschutter worden van de Champions League, Wim? Ja, want in de groepsfase Zenit, Malmö en Juve. Hè. Juve, oké, dat is wel om naar uit te kijken. Mag je weer tegen Bonucci en Chiellini spelen. Ja, hè, ja. De revanche voor het EK. Maar ja, daar zal hij sowieso veel in scoren. Chelsea is al de Champions League winnaar. Ja. Dus die hebben een geweldige ploeg, geweldige helftal. Als je daar nog eens Lukaku bij zet, het moet niet allemaal van hem komen. Dus hij zal ook wel goed bediend worden. Met Tuchel heeft hij een schitterende trainer. Dus de verwachting is alleen maar van ons dat hij topscorer kan worden in deze Champions League. En dat ze ook weer gaan meedoen in Engeland om kampioen te worden. Want dat zit er ook wel in. En nog eens om die Champions League titel te verlengen. Hè, met Lukaku erbij. Zijn ze... Evenals Bayern, voor mij de twee grote favorieten. Ja, ik moet dat ook zeggen. Ja. Ik denk dat Bayern-Chelsea ergens door die aankoop van hem, hè, die grote, sterke spits die veel goals maakt. En dan was ik hier aan het kijken, ja, wie kan er nog? PSG moet je daar toch wel ergens bij rekenen ook. En dan... Ja. Lewandowski, zoals altijd. Ja, dat is ook zo abnormaal. Hè. Die is begonnen weer al en die... Die stopt ook niet, hè? Nee. Goed. Nee, de Champions League die zit vol mooie verhalen. Soms over jonge spelers die we nog niet kennen, die veel talent hebben. Soms over ploegen bijvoorbeeld, die opduiken op het kampioenenbal die we niet kennen. En één zo'n ploeg, dat is Sheriff Tiraspol. Daar gaan we het nu over hebben. En daar kunnen we over praten met Michael van Varenberg. Michael, goeiedag. Hey, hallo iedereen. Michael, je hebt een artikel geschreven. Je bent nu ook journalist voor De Morgen, heb ik begrepen, over Sheriff Tiraspol. Wat is er zo opvallend aan dat verhaal? Is dat nu een Moldavische ploeg? Ja of nee? Ze zijn 19-voudig Moldavische landskampioen, maar eigenlijk behoren ze volgens hun eigen niet bij dat land, niet bij Moldavië, maar wel bij Transnistrië. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat, of ik het helemaal heb, natuurlijk... De korte versie, Mike. ...twee pagina's nog zitten, inderdaad. Dus het is... Tiraspol ligt in Transnistrië, een afgescheiden staat die zeer pro-Russisch is, eigenlijk al 30 jaar de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Maar geen enkel ander land is daarmee akkoord gegaan met die onafhankelijkheid. Zelfs Rusland erkent Transnistrië niet. Dus het is een beetje een vreemde ploeg. Het is ook Sheriff Tiraspol. En Sheriff is eigenlijk de naam van een bedrijf. Een bedrijf dat alles heeft. Alles wat ook maar geld kan genereren. Dat is goed gezien. Heeft Sheriff in Moldavië. Dus tankstations, casino's, restaurants, winkels, allemaal hebben die één naam, één titel. En dat is Sheriff. En dus ook een voetbalploeg met een redelijk moderne voetbaltempel. Die voor het eerst op het grote podium terechtkomen. Hè? Op het, de Champions League, waar heel wat centen te rapen vallen voor een team dat eigenlijk wel centen heeft. Of de lucky few, de elite die het daarvoor het zeggen heeft bij die Sheriff, kijken op van een vijftiental miljoen euro. Maar het is vooral prestige. En wat ik ook wel heel interessant vind aan heel dit verhaal, is dat net toevallig de eerste wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk is in Tiraspol. En Donetsk, als je de politieke situatie in Oost-Europa een beetje hebt gevolgd de voorbije jaren, die zijn ontheemd. Dus Shakhtar kan niet meer thuis spelen. Die spelen in Kiev in thuiswedstrijden. En dat heeft er ook mee te maken omdat zij ook een oorlog hebben gekend, waardoor een conflict is ontstaan, waardoor ook een afscheiding is gekomen. De Volksrepubliek Donetsk, die voelt zich ook meer bij Rusland en dan bij Oekraïne, maar geen enkel ander land erkent die onafhankelijkheid. Dus dat is wel een opvallende gelijklopende situatie. Stellen ze sportief iets voor, Michael? Het was een stunt dat ze de groepsfase hebben gehaald. Mogen we ook verwachten dat ze punten pakken? Ja, ze hebben Dynamo Zagreb in de laatste voorronde uitgeschakeld, dus ze zullen wel iets kunnen. Het is een team dat ook al wel de voorbije jaren altijd wel aanwezig is geweest op de Europa League. Ze hebben niet echt de grote namen. Ik vermoed dat het een soort samenraapsel is met redelijk veel exoten. We hebben ooit een landgenoot gehad natuurlijk. Badibanga, Ziggy Badibanga heeft daar jaren geleden gespeeld. Die wilde ook geen commentaar geven over de situatie daar. Want we hebben hem... Je hebt hem gebeld. RTBF-collega Lancelot Mullen proberen te contacteren, maar hij had geen zin in een interview. Okay. Maar of ze iets voorstelde, ik vermoed, als je nu... tegen mij zou vragen wie wordt er vierde in die groep met Real en Inter. Ja, en Shakhtar, dan zeg ik wel, Sheriff Tiraspol. Ja, de logica, hè. Over die andere wedstrijd gesproken, Michael. Wim gaat er naartoe, jij gaat mee, hè? Ja, dat wordt een heel fijne eerste kennismaking tussen mij en Wim.
Dat. Ben je ook al bij een wedstrijd in San Siro geweest? Dat wel, denk ik. Ja. Ik ben er een keer geweest, ik denk vorig jaar, maar met corona is mijn geheugen een beetje... was het nu begrijpelijk. Corona of nog tijdens dat corona was losgebarst in Italië. Dus, maar ik heb er al sinds de wedstrijd van Inter gedaan. Dus dat was een zeer fijne ervaring, zeer fijn stadion ook. Ik vind het een van de leukste stadions, architecturaal gezien ook. Sommigen zullen misschien een andere mening toegedaan zijn, maar... Ik vind het een architecturaal pareltje en ik ben heel blij dat we dat op die dag doen. Wim, vind je dat ook? Ik heb het alleen nog maar gezien vanuit de kleedkamers en op het veld. Dus, Je bent er nog niet geweest als co-commentator? Nee, niet als commentator, of als toeschouwer. Nee, ik was daar met Waregem in de tijd. In 1986. Ik heb het ook al van binnen en van buiten gezien. En met Anderlecht, toen Geert de Vlieger zich mistrapte als hij uit de bus stapte op de vooravond voor de wedstrijd. Hey, dat was het schrik. Hij had schrik. Nee, ik heb dan moeten... ik heb dan moeten achtervliegen, morgens om 5 uur of zo, om daar op de bank te zitten. Omdat dat vergeet je niet, denk ik. Ik was niet mee, sinds 10 pakte ze in Anderlecht en bijna overal buiten huis, wel de derde keeper mee. Ja. Wat verwacht jij van die match, Wim? Real Madrid op bezoek bij Inter? Goh, ja, het zijn twee ploegen van wie weinig verwacht wordt. Hè. Inter, hetzelfde als vorig jaar. Ja, ze hebben tegen elkaar gespeeld vorig jaar. Hè. Real won toen 2 keer, dat was ook nodig, want anders waren ze niet gekwalificeerd. En Inter werd uitgeschakeld. Hè. Door Shakhtar en Mönchengladbach. Ja, dat was eigenlijk... daar hebben ze mij enorm ontgoocheld in die wedstrijd tegen Mönchengladbach. Als ze Lukaku niet vonden, en dat gebeurde toen, ja, dan leek dat een heel erg tamme, makke ploeg. Maar ze zijn wel in Italië glansrijk kampioen geworden. Oké, in Italië is dat misschien net iets makkelijker. Met Lukaku weg en Conte weg wordt het moeilijk voor Inter. Ja. En Hakimi? Ik heb ze al één keer gedaan tegen Genoa, waar ze wel heel sterk, moet ik zeggen. Ja. Waar ze heel goed. Ja, in Italië. Dat samen gedaan, Nicolas, als ik me niet vergis. Maar ik vond dat ook, wat Wim zegt vorig jaar, laatste wedstrijd thuis tegen Shakhtar, moesten ze winnen. Ja, en het was 0-0. En ja, Trubin, denk ik, speelde wel een hele goede wedstrijd. Ja. Maar als ze Lukaku niet vonden, was dat gewoon een zeer, zeer matige ploeg. Hè. Nu dus tegen Real Madrid. Michael, je hebt gisteren ook gekeken naar Real Madrid tegen Celta, 5-2. Wat is je bijgebleven? Ja. Je bent kenner natuurlijk van het Spaanse voetbal. Real tot dusver, hoe beoordeel je ze? Vinicius is zo'n beetje de man van het seizoensbegin. En wie had dat ooit gedacht dat hij met de ogen dicht makkelijk ging scoren? Ook het doelpunt tegen Celta de Vigo dit weekend. Het was 1-1 met de keeper, maar ga je naar vorig seizoen, het seizoen daarvoor, dan is het bijna 9 of 10 dat hij die kans nog verkwanselt, omdat hij de keeper per se wil passeren. Dus Vinicius is zeker in business. En er wordt dan in de Spaanse kranten gezegd dat dat slecht nieuws is voor Eden Hazard. Ja, ik wou het net vragen. Verwacht je die aan de aftrap? Ja, want Gareth Bale is geblesseerd. Is niet in de selectie. De selectie is net vrijgegeven. Dus Bale is er niet bij. Alaba keert wel terug. Tony Kroos gaat ook niet mee. Okay. Maar de afwezigheid van Bale doet me wel vermoeden dat Eden Hazard een basisplek zal krijgen. Ja. Ancelotti gebeurde ook tegen Celta. En hij was eigenlijk niet slecht. Hij was toch, ik zou niet zeggen top, maar wel vinnig. En hij passeerde een paar spelers op de ouderwetse Eden Hazard manier. Hij won ook Jason Murillo in de fout, die eigenlijk rood had moeten krijgen voor dat hoge been nog op het zijbeen. Smerige overtreding, ja. Ja. Heeft ook een paar kantjes kunnen afdwingen. Werd dan wel rond het uur, denk ik, afgelost door debutant Camavinga, die dan wel scoorde. Maar ik denk dat Hazard wel stilletjes aan weer naar zijn oude niveau aan het terugkeren is. En we kunnen alleen maar hopen dat effectief de waarheid wordt. Hè. Ja. Dat hij effectief kan bewijzen dat hij wel degelijk geen miskoop is. Te beginnen met woensdag. Dankjewel, Michael. Veel plezier daar in Milaan. Jullie reizen samen, dus woensdag voormiddag. Hè. Dus jullie horen en zien elkaar dan. En bedankt voor je weetjes over Sheriff, zou ik zeggen, Michael. Heel graag gedaan. Tot binnenkort. Bye. Ja, ik zag ook de wedstrijd van Real gisteren. En op die linkerkant is Vinicius nu de man die Hazard al uit de ploeg heeft gespeeld. Dat voel je duidelijk. Hè? Dus het zal voor hem zaak zijn op die rechterkant waar hij gisteren speelde. Wat hij niet echt gewend is, maar hij kan wel een beetje naar binnen komen wat dat betreft. Het verschil met Vinicius, hij gaat naar doel. Hè? Ja. Dat is verschil. Hè? Ja.
wat de Hazard vroeger deed, dit Vinicius nu, dat is heel vaak diepgang zonder bal. Acties maken. Acties maken richting doel en niet meer zijwaarts. Maar ik moet zeggen, ik vond Hazard in nationale ploeg ook weer een ander gelaat tonen. Dus alleen is de vraag, gaat dat nu nog komen dat hij inderdaad Vinicius daar op de linkerkant kan uit de ploeg? Ja, en je hebt dan ook nog Beel die dan graag van die rechterkant komt, hè, als die dan fit is. Rodrigo die eigenlijk ook zijn definitieve doorbraak moet kennen. Dat is niet evident voor Hazard. We hopen dat het meevalt voor Hazard en dat hij zijn beste vorm terugvindt en fit blijft. Dat vooral. Kevin De Bruyne, die heeft ook wat blessureleed gekend, speelde niet mee tegen Leicester. Verwachten jullie die deze week al? Het is tegen Leipzig, ze spelen thuis. Ja, zoals Wes daarnet zei, je kan maar beter je eerste thuiswedstrijd winnen. Hè. Ze hebben ook eens thuis tegen Lyon de eerste wedstrijd verloren. En herinner ik mij nog, een goal van Jason De Nayer. Ja. Ja, toen werd het nog moeilijk om zich te kwalificeren. Als je je eerste thuiswedstrijd verliest tegen een ploeg waar je normaliter moet van winnen, dan heb je problemen. Dus de Kevin De Bruyne, die kan altijd het verschil maken. We hebben nog een Belg bij City, Wes kent die misschien. Die Lavia. Zit in de selectie, brede selectie. Ja, dat is eigenlijk geweldig. We waren op stage en... Erik van Meijer had dat gezien. Op een gegeven moment zegt hij, proficiat is in de selectie van de Champions League. En hij wist het niet. Dus niemand in City had... Wat voor speler is dat? Wat moeten we... 3 trefwoorden die hem goed omschrijven misschien? Balvast. Oké. Okay. Dat is trefwoord 2. De Nee, kom maar eens. Hij is enorm balvast. Hij ziet het spel heel goed. Dus hij heeft enorme vista. Vaker vista van, oké. Ja, vista. Snel, nee? Ja, hij is ook snel, ja. Ja, goed. Beste positie? Op de 6. Op de 6. Maar het is... Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Ik zeg altijd, hij is geweldig goed op zijn leeftijd. Hè. Ik vergelijk die gasten nooit met echte mannen die al jaren aan de top spelen. Maar het is toch al... Een logisch gevolg als je bij City speelt en je wordt opgeroepen of op de lijst gezet van wat is het, 21 of 23 man voor de Champions League en je bent maar 18, nee, oh sorry, 17. Hij moet er nog 18 worden, want hij is van 2004, dat is nog een jaar. Ja, 17 maar. Dat zegt al genoeg. Hè. Mm-hmm. Nou, we zijn benieuwd, we hopen dat hij aan spelen toekomt. Natuurlijk, ik blijf het zeggen, hè. Op zijn niveau is dat top. Hè. Heel benieuwd. Maar ja, zo heb ik er al een paar. Hè. Zo heb ik Sirkzee ook jaren geleden gezien. Ja, hè, en een paar anderen ook. Ook bij de Rode Duivels kunnen we zo'n type wel gebruiken over een paar jaar, hè, op de 6. Ja, dat is waar. Ja. Een paar andere Belgen nog vernoemen, mannen. Salemakers heb jij aan het werk gezien? Ja, gisteren. Ingevallen na een minuut of... gemaakt met Sarri, was hij ook goed? Dat klopt niet. Sarri Nee, dat klopt niet. Dat was tegen Zlatan. Nee, dat was niet tegen Salemakers. Salemakers stond ertussen, maar het was niet... Omdat... Het was niet tegen Salemakers bedoeld? Nee, want Sarri ging achteraf bij Zlatan staan. Het was het probleem dat in de laatste seconde van de wedstrijd, dus het was al 2-0, dus ik weet eigenlijk niet wat de bedoeling was daar bij Lazio, had Zlatan de bal en ze willen die bal afpakken natuurlijk, ze fluiten en Zlatan pakt iemand bij de nek vast, zoals hij heel vaak doet, en hij trekt zo. Niks speciaal. Maar toen was zijn reactie en Sarri die sprong direct van de bank. En natuurlijk, dat was op de rechterkant, dus Salemakers stond daarbij. Okay. Dus ik las dat ook, Salemakers betrokken, absoluut niet waar. Of er moet nog iets buiten daarvoor beeld gebeuren. Want Sarri werd terug in beeld gebracht met Zlatan. En dat er een discussie was. En Zlatan had dat niet moeten doen. Maar ik denk dat Salemakers daar gewoon in de buurt stond. Dat is al dan een beetje... Maar er was helemaal niks aan de hand. Kan hij in de basis staan deze week? Ja, ik denk het wel. Het is een topmatch die ze gaan spelen. Ik denk dat hij puur veel beter dan Florenzi. Ja. Absoluut. Want Florenzi gisteren een uur al een stuk niet gezien. Salemakers is toch iemand die meer initiatief neemt. Niet altijd goed daarom, maar wel initiatief. En hij is ook veel balvaster, vind ik. Veel meer in actie ook. Maar ik denk dat hij gewoon gespaard is, omdat hij ook met nationale ploeg gespeeld heeft. Dat kan wel, ja. Naar wie, welke Belg kijk jij nog uit, Wim? Er zijn er nog wel een heel aantal. Pik er eentje uit. Die van Brugge, misschien? Nee? Ja, dat kan, ja. Ik dacht aan de mannen van Wolfsburg of van Batshuayi bijvoorbeeld. Ja, er zijn er veel. Carrasco komt in actie deze week. Carrasco, geweldige wedstrijd gespeeld. Ja. Maar Wolfsburg, Carrasco. Van die mannen van Wolfsburg ben ik toch ook wel eens benieuwd. Die staan er ook op in de Bundesliga. Kasteels, Bornau, Franks, Luque Bacchio. Mecha zijn we ook wel... Mecha, maar die is heel straf, die zit op de bank nu. Ja, die is ingevallen, maar heeft al gescoord. Ja, die heeft in het begin speelde en dan is hij op de bank terechtgekomen. Dus
Je ziet hoe snel dat kan. Maar dat is, ja, Wolfsburg is toch eigenlijk een Belgenploeg aan het worden. Ja, maar vier, toch, dat is veel. Hè? Dat, ja, is, dat is wel tof. En Van Bommel als coach, dat is ook iets speciaals. Want er werden toch ook vraagtekens bij geplaatst vroeger. Ja. Van Bornau, ja, die heeft bij de nationale ploeg en zelfs bij de belofte, Nicola, als wij het samen deden, een paar keer zelfs tegen mindere ploegen, ferme steken laten vallen. En het was al verrassend dat hij met Keulen, van Keulen naar Wolfsburg ging, maar hij speelt daar wel. En ja, hij wordt niet in één adem meer genoemd met Van Heusden, als, want bij Anderlecht vonden ze dat ook te weinig, maar hij doet het toch maar. Maar je kunt ontwikkelen, hè? Dan, ja, dat is wat die jongen doet. Hij is leergierig, hij werkt. Intelligent ook. Intelligent, ja, dingen oppikken. Natuurlijk zal hij, bij Wolfsburg speelt hij ook nu vast, bij Keulen ook altijd vast. Ja, ja. Dus dat wil toch iets zeggen, dat die mensen daar ook iets in zien. En hij heeft een zeer mooi profiel als centrale verdediger. Alleen, ik denk dat hij bij Wolfsburg nog niet helemaal zeker is van die basisplaats. Nee, afgelopen weekend wel, maar... Ja, oké, maar als hij stappen gaat zetten met zijn profiel, moet dat wel lukken, denk ik. Alright, goed. Onze tijd zit er bijna op, maar ik maak toch nog heel graag even reclame voor onze Prono-wedstrijd die we hebben gelanceerd bij Proximus Pix. Op prono.pix.be kunt u terecht, en dat geldt ook voor jullie, Wim en Wesley, want we verwachten van jullie correcte voorspellingen. Ja. Laat de Nostradamus in jullie los, zou ik zeggen. Er zijn hele mooie prijzen te winnen als jullie meedoen aan die pronostiekwedstrijd. Een PlayStation 5 elke speeldag, abonnementen op Allsports, een bezoekje aan de Pix Plus Studios, dus dan kunnen de mensen jullie aan het werk zien, zowaar. Of een ticket, een pakket voor meerdere personen dan nog, voor de finale bijvoorbeeld, met vlucht en overnachting inbegrepen. Dus het loont wel de moeite om mee te doen. We gaan heel kort nog een prono doen. Club Brugge tegen Paris Saint-Germain. Hoeveel? 0-3. We gaan eentje maken. 1-4. 1-4, ja. Oké, goed. Ja, dat is nog altijd allebei beter dan de 0-5 die we zagen in 2019. Ja. Goed, dankjewel mannen voor jullie pronostiek. U thuis zeker meedoen dus. En over 2 weken zijn wij er weer met een nieuwe Champions Club. Uiteraard in tussentijd op dinsdag en woensdag alle actie in de UEFA Champions League live te zien bij Proximus Pix. Geniet ervan, graag tot binnenkort.